Voor je moeder of zo? Ja hoor. Wat? Ja, die afdingen maar. Osman!
was maar groter. Thank you.
Bij sommige moskeeën, als de armen wat bedekt zijn, blote armen, knijpen moet onder de knie zijn. Bij sommige moskeeën krijgen we een rok of een losse broek, shalwa, noemen we dat soort laagkruisbroeken. Anders laten we de broek een beetje zakken tot onder de knie, maar dat is ook niet een mooi uitzicht natuurlijk. Van buiten was het wel erger dan die andere dorpen natuurlijk, maar van binnen ziet het best wel goed uit. En dat is wel weer een Seljukse huis eigenlijk. Dat zie ik meteen van de muurbouwsysteem. Dat zal het zelf doen. Kom je maar. Val je niet over de schoenen? Nee.
Ja. Ik heb allemaal van wat je die moeder rijdt, de beesten hiernaast, de huiskamer. Hond je ruik alles aan? Kom een keer mee te nemen. En meneer Kunjai, hij spreekt dus ook Nederlands en van hem krijgen we de nodige informatie. Dankjewel. Okay. Nou, goedemiddag allemaal. Goedemiddag. En hartelijk welkom naar onze bedrijf. En dat de hoogste is dan ook nog veel circulatie. Omdat je elke dag 800.000 gasten naar hier, dan wordt de grote situatie vinden. Maar momenteel is wel voorseizoen en door de crisis is wel minder planten kregen. Dat is wel juist de tijd waar hier gekomen, omdat je die tapijten wordt bijgelegd. Je kunt even nog dichterbij komen. Als u zegt, ik wil een tapijt knopen, ja, moet dan eerst een lege weefgetouw hebben. Daarna wordt zeg maar zijde of katoen of wol. Dan moet dan die... even aandacht, alsjeblieft. Heel eventjes aandacht. Elke wol gaat niet van de kleuren innemen, sommige wat geel van de abrage. Dan komt dan de wol in de ketel. Kijk, Sam. Centraal is het gewoon patroons, soms een levensbom, soms met een kruispatroon. Hier zo.
staan. Zo. En met de die? Met die hier ook even. Hier zo, hier zo ja. Oké. Nee, jammer dan ook. Dan weet je dat die van ons is. Ja, dank u wel. De stenen warmt hij en blijft de steen ook een lange tijd warm. Dat heb ik Spinia.
Zo, op de foto. Ja, op de foto. Thank you.
Dan gaan we naar de zeer. Thank you.
Dat is toch God. Wat God.